heeft al een oproep gedaan dat mensen die een klap gekregen hebben van de politie, die moeten zich bij hem melden. Kan die gozer het Nederlandse paspoort niet afgeworpen worden? Nou ja, daarop heeft onze minister van Justitie niet een keer meedoen met het Songfestival. Nee. Misschien trekt er een op de gangen naar binnen. Zal die alles piepen? Ja. Wat vind je ervan dat die minister van Justitie daarop gereageerd heeft? Wil je alleen de beelden van agenten die ingrijpen bij rellen nadat railschoppers meerdere malen gesommeerd waren weg te gaan? Of ook van railschoppers die journalisten het werk onmogelijk maken? Die Joodse gemeenschap belagen met stenen naar Moriak naar agenten smijten en spullen en gebouwen slopen, Tim? En kunnen we die mensen dan niet beter vragen dat de melden bij instantie daarvoor zijn? Notabene, als agenten niet iets goed hebben gedaan, zullen we er uiteraard onderzoeken en handelen. Daar heeft hij weer op gereageerd dat het eigenlijk een soort oproep is om hem dan te belagen. Kijk, dit gebeurt er allemaal, maar wat vind je ervan dat de minister zo gereageerd heeft? Nou, ik vind dat de minister feitelijk gereageerd heeft. Kijk, ik sta volledig achter de protesten die ze hebben, maar als die op een ordelijke manier worden gevoerd. Maar kijk, dit zijn niet de studenten die daar binnenkomen en die de hele universiteit kort en klein slaan. Dat zijn niet de studenten. Nee. En ik vind die selectieve verontwaardiging, als je je als een beest gedraagt en dat de politie niet eens in mag grijpen. En dan die huilende wijven voor de camera's dat ze een klap gekregen hebben. Dan denk ik, ja, dan moet je er niet mee gaan doen. Moet je niet meedoen. Niemand neemt afstand van die studenten. Neemt niemand afstand van die railschoppers allemaal. Nee. Dat hoor je dus niet. Maar wat vind je van de ingrijpen van de minister? Ik vind dat moet ze gewoon niet doen. Want dat is aan de rechter om dat te beoordelen. Ja, maar als minister mag je tegen zo'n flapdrol, mag je best eens een keer eventjes uit de hoek komen. Ja, maar dan zegt hij weer, maar de vrouw die evengoed mijn veiligheid dient te waarborgen, legitimeert nu een orde aan intimidaties die mijn kant op komen. Dus daarmee wordt eigenlijk gezegd. Dan moet hij ook gewoon aan de rechter stappen, moet hij ook aangifte doen. Ja, stond niks aan de hand dan. Nee, onze minister. Ik begrijp niet dat de VARA zo'n jongen de ruimte geven om een programma te maken met mensen die last hebben van de agressie van de politie. Want als er in Nederland iets is, we hebben een hele verzoenlijke politie die meestal met fluwelen handschoenen te werk gaat. Maar onze